Tijdens de finale van de jaarlijkse FC Groningen buurtbattle wordt er door de deelnemers niet alleen gevoetbald, maar worden er ook veel handtekeningen verzameld. Mimoun Mahi is als huidige topscorer van FC Groningen zeer populair. Dat Mahi het goed doet, kreeg hij onlangs telefonisch te horen van de bondscoach van Marokko, Hervé Renard. Dat ik gewoon goed bezig ben, dat ik deze lijn moet doortrekken en dat ik een uitdaging kan verwachten aankomende interland tegen Nederlands elftal. Hij is een jongensdroom voor mij. Hij is iets geweldigs, iets waarvan iedere speler denk ik droomt. En dat nu ook bijna echt werkelijk wordt, is alleen maar mooi voor mij. Ja, want je zou eventueel ook voor Nederlands elftal kunnen spelen, maar als Marokko komt, dan kies jij voor Marokko? Ja, 100%. Ik kies ook heel graag voor Marokko, voor mijn land. En, het zou iets heel moois zijn. Ja. En dan tegen Nederland spelen, dat is helemaal bijzonder. Ja, dat zou extra mooi zijn als ik tegen Nederlands elftal mag debuteren. Of een debuut maken, zou het alleen maar mooier maken. Waarom? Op veld 2.